Wist je dat 1 op de 5 mensen die ooit zijn afgeslankt te maken heeft met het yo-yo-effect? En wist je dat de afgelopen 30 jaar in Nederland het aantal mensen met overgewicht met 50% is gestegen? Hoe werkt het? Zo, het is dit! Nou, met mij komt het wel goed, denk ik. Mevrouw, mag ik u misschien wat vragen? Oh my god, nee hoor. Oh my god, ja, mag. Waar denkt u dat meer calorieën in zitten? In een Caesar salad of in een cheeseburger? Ik denk in de salad. Een cheeseburger. Als u het zo vraagt, dan zal het een salad wel zijn. Ik denk een Caesar salad. Ik denk dat het een instinkertje is. Ik denk cheeseburger. In een Caesar salad zitten meer calorieën dan in een cheeseburger. Ja, dat dacht ik al. Het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo gek dat wij in Nederland met z'n allen steeds dikker worden, want kijk maar om je heen. Je wordt overal geconfronteerd met voedsel. De lekkerste dingen. En dan denk je, ik bestel iets gezonds. Maar wist je dat er in een gemiddeld klassiek broodje gezond 430 calorieën zit? Maar het is wel lekker. Zijn wij Nederlanders eigenlijk een beetje een gezond volk? Recentelijk zijn er diverse onderzoeken geweest waarin is aangetoond dat ongeveer 46% van de Nederlandse bevolking te maken heeft met overgewicht. En de verwachting is dat in de loop van de tijd het percentage alleen maar zal stijgen. Hoe komt dat nou? Kijk, onze leefomgeving is natuurlijk al gewoon heel erg veranderd. Die kent geen voedselbeperkingen meer. En daardoor komt dus dat we gewoon heel veel eten, nuttige, wat voorzien is van veel calorieën, vol zit met vet, suiker en zout. Is dat een dodelijke combinatie? Nou, dodelijk gaat wat ver, maar het is wel de combinatie van vet en suiker, wat niet gezond is voor ons. En zout? In welke zin is zout zo slecht voor ons? Ja, zout houdt gewoon heel veel vocht vast. En dan zie je ook vaak aan mensen al gelijk met de gelaatsuitdrukking. Het is allemaal net even iets ronder. Dus ja, het is gewoon geen goede combinatie. Waarom worden we zo verleid door al die dingen? Het is natuurlijk ook vaak de verpakking. Hè? Het is ook de opstelling in de winkels. Als je vaak binnenkomt, dan kom je vaak al met lekkere dingen in aanraking. Maar het is ook gewoon, het is verkapt soms. Hè? Van de ene keer staat de suiker in het etiketje, de andere keer staat het als dextrose. Dus er zijn gewoon meerdere benamingen voor bijvoorbeeld suiker. Hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat we met z'n allen wat meer bewust worden? Nou, weet je, op het moment dat je gewoon heel veel en verkeerd eten gaat doen, krijg je dus te maken met overgewicht. En dat is dan de voorloper van bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekte, cholesterol, noem maar op. Op het moment dat je dat hebt, dan kom je in, ja, ga je aanspraak maken op je verzekering. En dan zie je al gewoon dat het gewoon echt steeds duurder wordt om gewoon een gezond leven te krijgen. Kortom, er is wel degelijk hoop voor ons, maar we moeten ons wat meer bewust worden en dat kan. Ja, weet dat daar een verschil in zit tussen honger en trek. Honger vraagt gewoon echt om goed volwaardige voeding in de vorm van fruit en groenten. Trek vraagt om heel veel suiker. En ja, gewoon, er is ook nog natuurlijk honger of dorst. Blijf gewoon lekker water drinken. Water is altijd gewoon heel goed om te blijven drinken voor jezelf. Waar zitten nou meer calorieën in? In een soft ijsje of in een avocado? Wat gaan we doen? Soft ijsje. Ik denk dat avocado best wel veel calorieën bevat. Soft ijs. Soft ijsje. Ja, soft ijsje. Avocado? Nou, ik denk soft ijs. Ja? Ja. Helaas. Het is een avocado, daar zitten meer calorieën in. Anne, jij wil graag gewicht verliezen, net als 10 miljoen andere Nederlanders. Hoeveel kilo's wil jij kwijt? Om echt op een gezond gewicht te komen, wil ik wel ongeveer 20 kilo afvallen. Is dit sowieso een realistisch aantal kilo's wat je kwijt wil? Ja, zeker. Alleen je moet denk ik wel ermee rekening mee houden dat ik moet niet denken dat ik dat binnen 2 maanden kwijt zal zijn. Weet je bent daar echt wel een langere periode mee bezig. En heb je wel eens eerder geprobeerd om af te slanken? Ik heb wel een tijd lang een dieet kunnen volgen, daar dan wel 6, 7 kilo. Het hoogste wat ik heb gehaald is 9 kilo. Maar de levensstijl veranderde er niet echt, waardoor ik al heel snel weer terugviel in oude patronen. Ja, en dan ben je binnen de kortste keren ben je gewoon weer op je oude gewicht of zelfs daaroverheen. Ik ga vandaag op onderzoek uit en ik hoop dat ik alles over het onderwerp kom te weten. Wat is nou eigenlijk de beste manier van afvallen? Wij denken dat we met Straightway daar een hele goede manier voor hebben gevonden. Dat doen we in 4 fasen. De eerste fase is een stukje voorbereiding, een intake met je coach, waarin je het lichaam gaat voorbereiden op het daadwerkelijke afslanken. Dat is fase 2. Je gaat het lichaam naar een vetverbranding toe brengen door middel van je maaltijden te vangen met onze producten. Vervolgens ga je naar fase 3, waarbij je eigenlijk werkt naar een bepaald streefgewicht. Op het moment dat je daarop bent, ga je opbouwen naar reguliere voeding. En stap 4 is het vasthouden van je gewicht, een stukje gewichtbeheersing. Wat zijn dat voor producten die je dan als maaltijdvervanger eigenlijk neemt? Dat kunnen zijn shakes, soepen, repen of een havermoutpap. En tegenwoordig hebben we daar zelfs 3 warme maaltijden bij. En dat is natuurlijk heel prettig, want je kan dan bijvoorbeeld mee eten met je gezin 's avonds. En dat is wel heel prettig. Ja, ik denk dan heel eerlijk gezegd, waarom zou je aan die maaltijdvervangers beginnen? Terwijl je gewoon ook
gezond kan eten? Nou ja, vooropgesteld, wij zijn allemaal voorstander van gezond eten. Al onze coaches zijn gewichtsconsulenten, diëtisten of orthomoleculaire voedingsdeskundigen. Dus automatisch ben je dan voorstander van gezond eten. De producten die we gebruiken zijn gezond. Die voldoen aan allerlei wettelijke eisen die gesteld worden. En daar stellen we ook eisen aan de ingrediënten die daarin zitten. Maar je moet het zien als middel om op dat moment je kilo's te verliezen. Is het eigenlijk lekker? Is het een beetje te eten? Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat de producten lekker smaken inderdaad. En daar doen we ook veel onderzoek naar. Wij testen onze producten, testen we uitgebreid met onze coaches. Maar worden ook veel getest in samenspraak met cliënten. En de reacties zijn erg goed, moet ik zeggen. Waar zitten meer calorieën in? In een appelflap of in een oliebol? In een oliebol. Ik denk een appelflap dan. Ja, dan gaan we voor de appelflap. Ja? Nee, oliebol. Appelflap. Een appelflap. Het zal een appelflap zijn, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, hè? Ja. Jij bent een afslankcoach, dat zeg ik goed, hè? Zo dat heet zeg dat, je he? Heel goed, ja. Jij begeleidt mensen dus tijdens het afslanken. Ja. Wat doe je dan precies? Hoe doe je dat? Nou, in principe komen de mensen meestal binnen via de telefoon. Een intakegesprek vragen ze dan aan. Het kan zijn dat ze via de website komen van Straight Away. Of gewoon van de advertenties die ik plaats. Maar heel vaak ook van mond tot mond reclame. Ze bellen dan op. We plannen een intakegesprek in. Aan de hand daarvan gaan we kijken van wat kunnen we voor hun betekenen. Want dat is natuurlijk best wel belangrijk. Jij bent onder begeleiding van Linda afgeslankt. Hoeveel kilo ben jij kwijt? Ik ben 20 kilo afgevallen. En wat was nou voor jou het punt dat je denkt van ja, zo wil ik niet meer. Ik moet er nu iets aan doen. Nou, toen mijn weegschaal toch wel aangaf dat ik over de top ging. En toen dacht ik, nou, hier moet ik mee stoppen. Ik had een emotionele periode achter de rug. En toen heb ik via een kennisje kwam ik achter Linda. Dat meisje was ook heel veel afgevallen. En toen, zo is het gekomen. Eerst gaan we natuurlijk het hele traject in van het afslanken. Maar zijn ze eenmaal op dat gewicht, ja, ik zeg altijd, dan gaat het pas echt beginnen. De maaltijdvervangers moeten natuurlijk op een gegeven ogenblik toch weer de deur uit. En dan moet het vervangen worden voor regulier eten. En dan, ja, door middel van kijk van hoe ga je daarmee om, de levensstijl. Want als je weer gaat vervallen in je oude levensstijl, dan gaat er ook weer hetzelfde gebeuren en kom je weer aan. Je bent er dus echt op uit om samen met iemand zijn levensstijl te veranderen. Maar hoe doe je dat dan precies? Mensen komen hier elke week voor een weegmoment. En tijdens die weegmomenten vragen we altijd van wat gaat goed en wat gaat niet goed. Je hebt waarschijnlijk ook wel ja, best wel moeilijke periodes gehad dan, niet? Het is ook wel lastig, want je hebt natuurlijk een man, twee kinderen, die kunnen allemaal lekker eten. Die waren druk aan het sporten en dan moest er flink pasta in en dan mocht ik geen pasta mee eten. En dat zijn dan moeilijke dingen. Dan ging ik gewoon lekker aan mijn champignonsoep en dan deed ik daaraan mee. Hey Brigitte, hoi. Hoe gaat het met je? Hoe is deze week gegaan? Nou ja, op zich wel goed, maar we hebben een pizza moment thuis gehad, dus ik heb wel meegedaan met de pizza. Dus ietsje over de grens heen gaan? Ja. Oké, okay. Nou, we gaan gewoon even kijken op de weegschaal wat de schade daarvan is. Ja, oké. Okay. Je hebt natuurlijk altijd wel in de winterperiode kom je wat kilo's aan. Dan ga je in het voorjaar ging ik altijd weer naar Linda toe. En dan voor een onderhoudsbeurt, apenkaartje. En dan deed ik weer twee, drie weken heel streng voor Linda. En dan ging het weer goed. Jullie zijn er wel echt op gericht om ook die levensstijl te veranderen uiteindelijk. Ja, zeker. Dat is wel wat we heel graag willen. Ja. Regulier voedsel, daar moet je uiteindelijk weer naartoe natuurlijk. Ja. Dat lijkt me wel een moeilijke overgang om weer in het ja, een beetje oude ritme te moeten komen. Is dat ook een heel moeilijke fase? Of? Nou, de een kijkt er heel erg naar uit. Die denkt, oh, ik wil graag weer eten, gewoon eten. En de ander vindt het ook wel heel erg eng, want die vindt dit toch ook wel heel erg veilig. Die denkt dan van ja, en daar moeten wij dan toch wel een beetje in sturen, want we willen toch wel dat ze gewoon normaal weer gaan eten. Dus je hoeft dan niet alleen maar aan de salades? Nee, gelukkig niet. En het is ook niet zo, we hebben ook niet zo dat we zeggen van nou, we gaan alle koolhydraten uitbannen en zo. We willen gewoon normaal eten. Heb jij zelf eigenlijk ervaring met afslanken? Jazeker. Ja? Ja. Het is ook wel iets waar ik altijd rekening mee moet houden. Ik ben een aantal jaren geleden ben ik veel afgevallen. Ik had er zelfs al last van in mijn kinderjaren. Dus het is mijn hele leven al waar ik mee bezig ben. Was dit jou nou ook gelukt als je geen begeleiding had gehad? Nou, dan was het niet gelukt.
was echt niet gelukt. Want je hebt gewoon iemand nodig, die stok achter de deur, die zegt van deze week is het zo goed gegaan, ik ben zo trots op je. En dan kan je gewoon weer een week verder. Nou, gefeliciteerd en zet hem op. Dankjewel.